Madijs, u presenteerde een gedenkboek om deze geschiedenis en cultuur levend te houden. Kinderen moeten van jongs af aan gestimuleerd worden om te schrijven. Daarom moeten dichters en schrijvers vaker bezoeken brengen aan scholen, zodat jongeren stimulans krijgen in dit proces. Dit zei voordrachtskunstenaar Meo Grot afgelopen woensdag op de themaavond van de schrijversgroep 77. Dichters moeten en schrijvers moeten veel meer naar de school gaan. Niet alleen naar IOL en naar universiteit, maar met name naar die middelbare school. En als het nog kan, naar die lagere school. Om daar kinderen te stimuleren. Mijn ding is dat ik zeg van, als je kunt praten, dan kun je schrijven. We weten dat volkeren dus die gecoloniseerd zijn, die gaan niet zo goed schrijven. Omdat je bang bent van die mensen gaan. Je kan er maar vallen. En als mensen kijken van, hey, in plaats van die, dat. Dus we kunnen heel veel bereiken door het contact met de achterban, met name met de jongeren. Grot gaf op de bijeenkomst van de schrijversgroep een presentatie van zijn boek Katibo in Poëzie. Hij meent dat dit boek ook gebruikt kan worden om jongeren te stimuleren naar de kunst van schrijven. Hij zegt dat de thema's die in het boek zijn besproken bij verschillende vakken passen. De bedoeling is dat dit boek toch zo wegvindt naar school. En dat je aan de hand van de gedichten kunt bespreken, zowel bij de vakinhoud in Nederlands, maar ook geschiedenis, maar ook maatschappijleer. En zo en zo dat vak bestaat. Dat je aan de hand van die thema's met kinderen in gesprek kunt gaan. Het boek Katibo in Poëzie is een verzameling van meer dan 100 gedichten van 67 dichters, waarbij 8 thema's worden belicht. Lobby, Kulturu, Roko, Stree, Fitimang, Kitikoti, Dinky en Eyide.